Hoi, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze leuke Valentijnsnagels kan maken met roze en rode hartjes en leuke glittertjes. Het is heel erg makkelijk en simpel en dus heel erg toepasselijk voor Valentijnsdag. Ben je benieuwd hoe je deze leuke nagels kan maken? Blijf dan zeker verder kijken. Ik ga eerst mijn nagels lakken met een licht roze kleurtje en deze kleur lakken gewoon over al onze nagels. En dat doe je natuurlijk ook weer bij de andere hand. Als je al je nagels in dat kleurtje hebt gelakt, ga je ze goed laten opdrogen. En nu gaan we nog een laagje van dezelfde kleur aanbrengen, zodat die wat rozer wordt en wat verder. Dit laten we ook weer goed opdrogen. Dan gaan we nu de hartjes maken op onze ringvinger. Tenminste, ik ga het op mijn ringvinger doen. Ik kan natuurlijk ook gewoon op al je nagels doen. Maar ik vind het net wat leuker op alleen mijn ringvinger. Wat je daarvoor nodig hebt is gewoon een papiertje of een stukje krant. Iets waar je nagellak op kan deppen. Tandenstokers. En een rood nagellakkleurtje. Je dept wat van je rode nagellakkleur op het papiertje. En dan steek je je tandenstokertje erin. En dan kan je eigenlijk gebruiken als een soort van pennetje voor op je nagels. Dan maak je het hartje op je ringvinger of een andere nagel. En je mag zelf natuurlijk bepalen hoe groot die wordt en waar. Ik vind het wel leuk om het in dit hoekje te doen. En dit ga je precies ook bij je andere nagel doen. Als je de hartjes op je nagels hebt gemaakt, ga je nog een roze glitterlak eroverheen doen. Voor net wat feestelijker effect. Het zijn roze en zilveren glittertjes door elkaar, maar je kan natuurlijk elke andere glitterlak gebruiken die je hebt. En zo kan je deze leuke Valentijnsdag nagels maken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!